Ze scheert even die hele handel, hè? Wel duur, ja. Voor mij was 90 euro. Kali Nichta vanuit het prachtige Griekenland op het prachtige Kreta. De mannen zitten daar, we zijn het allemaal wakker. Hier hebben de kaarten erbij gepakt, die zijn lekker gaan kaarten. Het is vandaag, als het goed is, de heetste dag. Wow, lekker windje. Dat mag wel, de heetste dag die we gaan hebben. Ik geloof iets van 36 graden of zo. Alleen gevoelstemperatuur 47 graden. En het is heel droog, daar hebben we geluk mee. Met als vochtig was, sterf je dus helemaal af. Maar 47. Het is nu 2 uur 's middags of zo, Griekse tijd. Het is een uur later hier. Het is bloed en bloedheet. Hier de mannen lekker aan het kaarten. Best lekker bezig. Nou, mijn lichaam is niet zo lekker bezig. Zoals jullie weten ben ik een op zich best een slechte slaper. En ik eet niet altijd heel gezond. En mijn leefstijl die haalt me wel eens in. En als ik dan nu op zo'n vakantie als dit ga, dan haalt mijn lichaam me echt in. Ik ben gisteravond gewoon niet meegegaan. Omdat ik ben alsnog brak, omdat we overdag gesopen hadden. Maar ik ben gisteravond niet meegegaan omdat ik gewoon echt aan de dunne was. Zoveel buikpijn had en ik was helemaal gewoon dizzy. Dus ik ben gewoon veel water aan het drinken. Dus ook als we gaan suipen, dan veel water ertussendoor. Sowieso deze vlog moet je natuurlijk totaal geen voorbeeld aan nemen. Maar ja, wij zijn er jong voor en we willen dit ook vastleggen als herinnering. Maar gelukkig tot nu toe zijn de comments heel positief op de vlogs. En vinden jullie het best wel goud. Ja, weet je, het is een zuipvakantie en we zijn allemaal rond de 20. Dus helemaal goud. Alleen mijn lichaam haalt me wel in nu. Ik ben echt 100 keer naar de wc geweest. Wakker geworden, slecht geslapen. Draaien. Doe je zelf, hè. Doe je zelf. Maar als ik terugkom, dan gaat dat roer wel wat voor me, hoor. Dan ga ik een experiment doen waar ik al heel lang met jullie over heb gehad in het verleden. En dat is gewoon een maand vegan. Niks dierlijks. Alleen maar sporten en geen alcohol. En een goed slaapritme proberen op te pakken. Die zal het lastigst worden, denk ik. Dat zwembad maak ik elke dag schoon met zijn robot. Maar kijk hoe troebel het is. Het heeft helemaal geen zin. Hey Jay. Dat is niet best. Dat is niet best. Mer. Gisteren nog, wat gebeurt dan? Hè? Wello. Ja, ik kan niet anders verwachten. S'avonds wel, wat dan? Nee, s'avonds wel. Oh, s'avonds wel. Wat is er s'middags gebeurd dan? Wat had ik erbij? Ik hoorde jou, jij had het klopt. Nou, dat doe je goed, hé. Ja. En jij, Bram? Zo slaag geweest? Hey Bart. Bart, slaag dan. Ik hoorde dat het heel erg was. Ja, het was erg. Het was erg. Het was echt erg. Ja, hoe erg was het dan? Ja, het was erg. Het was erg. Big man things. Toen ik een paar biertjes op had, begon ze wel kanaal bij te zien. Dat was waarschijnlijk ook bij jou dan. Ja, ja, ik denk het wel. Nou, we hebben langs plek 7 gelopen. Heeft er iemand aan deze tafel vandaag last gehad aan hinder, aan camera's die buiten hangen? Ik heb graag op de camera. Hi. Hey, kunnen we even aan de beeld opvragen? Can we get the footage from the camera? We don't open the camera when we have guests. Oh, you don't open. If we live in France, to check. Oh, when there's no one here, the cameras are on. Oh, okay. We are not allowed to do. Nee, okay. Vanwege privacy reden. Nou, is maar goed ook dan, want iemand aan deze tafel die was even heel erg bang dat de camera's in je buiten. Dat is niet best. Oh, hij schrikt zich dood, sorry man. Hij had lekker te chillen in de zon. Zo mannen, is het moeilijk opstaan vandaag of niet dan? Knip je Mattie stapel, hij kwam helemaal los uit zijn zitzak. Hij lacht maffen. Nou, ik weet niet of hij lacht maffen. Ja, vandaag echt, het is al 4:30. Ja, ik trip hem door die Nederlandse tijd. Mijn laptop staat nog op andere tijd. Het is 4:30 Griekenland tijd. En we komen vandaag gewoon heel moeilijk uit de startblokken. Dit is dag 4, 5? Vast. Ik weet het allemaal niet. Geen idee. Ik heb geen idee. Iedereen is aan de scheiterij. Dag 5 houden. Ik ben helemaal naar de tyfus. Nee, maar mijn hele strop, elke slot die ik neem, lijkt wel of ik iemand hier zit te knijpen. Hoe? Ja, het is niet normaal, aan de scheid iedereen, jongen. Gelukkig had mijn niffo wat... Aan de scheid. Ik pis uit mijn reet, vriend. Dat is niet normaal. Ja. Jay vindt het leuk, hoor. Volgens mij de enige die niet aan de scheid is. Jij.
Ja. Ja, we zijn 21 man. Volgens mij schijnen er gewoon 15 aan de scheid of zo. Allemaal diarree. Oh, het mag ook echt flinken gewoon. Hè? Niet een beetje, gewoon echt pissen. Nou ja, de details zullen we hier halen. Wil je nou chocomel tappen? Klop bij me aan. Nee. Ja, maar ik vind het ook gewoon bullshit dat ik op bier op mijn wc ga zitten. Er een keukenrol hangt om je reetmel te wegen. Weet je hoe erg dat stuurt? Ja, alles is op, dus we gebruiken nu keukenrol. Ja, heb je het zwembad ook gezien dan? Alles. Ja, wij zagen dat net, hè, Jay. Wat een klote zwembad. Smerig. Ja. Heel mooi zwembad. Alleen we hebben hem zelf een beetje vies gemaakt met al die... Die eigenaar zei ook, met het pissen in de auto, zei hij van... We mogen niet met het Haarlemmer bruin erin. Weet je wel, van de extra bruiner mag je niet erin. De eerste dag, iedereen met het Haarlemmer bruin het water in. Ja. Dat is gelijk leuk. Ja, het is gelijk smerig. Het is ook heel vettig, dat water gewoon. Dus je hebt gewoon een laagje van dat Haarlemmer bruin op je pens als je eruit komt. Ja, maar dat Haarlemmer bruin is een soil. Het is pure vet wat je op je huid smeert, zodat je helemaal gebakken wordt. Lampenolie. En ik heb net een. Maar ik heb. Hè? Nee, laat het zitten schijten, joh. Ja. Maar ik heb net van mijn niffel heb ik een diarree-remmer gehad. Dus helemaal prima. Diarree-remmer. Diarree-remmer, ja. Zoals als je zo hard rijdt in de auto, je trapt op je rem, dat je spontaan aan de schijt raakt aan de race. Iedereen valt overal in slaap. Lekker, man. Best wel. Wat is die aan het doen, mannen? Wat is die aan het doen? Fred, wat ben je aan het doen dan? Hij laat een fles cola vallen en die explodeert gewoon. Overal ligt cola. Plak zo, hé. De hele vloer plakt hier, man. Dus hij is nu aan het schoonmaken. Zo hebben we die kont trainen, Brent. Kijk dan, het stroopt echt overal heen. Oh, jammer dat dat er niet op stond. Hij liep echt zo voorbij met een colafles en liet hem vallen. Dat was echt BAM! Je hoort ook echt poef. Zo, het hele ding brak bijna. Hey, gelukkig zijn er nog niet een paar stoelen kapot. Inderdaad, hey man, hoe is het? Zo. Lekker man. Zo voor douchen. Ja, dat moet je doen, man. Je stinkt, hè? Zo, wat heb je op je wang? Is dat een muggenbult? Hier. Ja. Ja, dat is een muggenbult, man. Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat is gewoon een puist, man. Deze muggenbult. Zie je, dat is helemaal wit. Ik ben in principe helemaal wit. Nou, valt best wel mee. Je hebt best wel een kleurtje, hoor. Ja. Oeh, sexy! Oké, nou, we gaan het toch maar weer proberen met z'n allen. We zijn verrot als de pest. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker feesten. Daarvoor zijn we hier. Positiviteit. Ready, mannen? Ready to go. We gaan weer naar de strip. Chappen en gek doen. Tappen en chappen en gek doen. Op pad met de taxi. Kijk eens wat een beautiful view, jongens. Het is lastig filmen. Raampje, ik kan ook het raampje gaan opendraaien. Is makkelijker, hè. Kijken. Is dat mooi, het prachtige Creta? Kijken, kijken. Kijken, kijken. Ja, jij bent een duik superlui. Superlui, bro. Laten we het superlui toch maken. Superlui. Hey Roy, flip check. Chauffeur denk ik ook, man. Chauffeur denk ik denk dat. Ja. Hij denkt, wat is die mogel aan het doen, denkt hij. Hij denkt, waarom filmt hij, denkt hij. Hij denkt dat. Hé, gasten. Wacht even dan. Wacht even op ons dan. Yo Bart! Morgen! Yo Roy! Er is elke dag heisa om die taxis. Hier staat best wel discussie te maken, want het is elke dag zo'n andere prijs. Zoals ze altijd zelf zeggen, vaste prijs. Dan kun je best wel discussiëren. We zouden 40 moeten betalen voor een kwartier rijden. En ineens is 45. En hoeveel is het geworden? 45, die gast die weet maar zijn gast. Die Jorik is helemaal lijf van. Wij moeten nu dus betalen voor een taxi waar we niet in hebben gezeten. Omdat die piepo's, dat is hun schuld, niet onze schuld. Wat dan? Ik snap helemaal niks van. Er staat een taxi bij die villa, hij zegt. Ja, jullie hebben er. Ja, het is. Laat maar. Wat? Hij is hier weer. Maar we hebben uiteindelijk 45 betaald of 40 moest. Gast, het is een ritje van 35, man. Ga weg. Die vent, die zegt tegen mij. Normaal is het 35 en hij was weer 45 en we snappen er geen hol van. Altijd gezeik met die taxi in het buitenland. We gaan even op zoek naar een mooi restaurantje waar we kunnen chappen hier op de strip. In de winkelstraat. Ik zie al één ontsnapte boef hier.
De handboeien die liggen al klaar hoor voor vanavond. Ja, liggen de handboeien klaar voor vanavond. Nou, wat je ook al zeggen, Mer, ik vind het best wel trendy, jouw outfit. Thanks, Nate. Hij heb het niet door. Kijk eens links van je. De enige die hem vanavond in de boeien laat zien. En nu doe je nou allemaal. Zo, we hebben een tentje gevonden hoor, met de mannen. Gorkeregi, soepie, carpaccio, nommersoep, Griekse salade. Kippensoep zonder kip. Zit gewoon geen kip in. Gewoon opgelicht hier. Mosseltjes. Wat is dit? Mosselsoep. Of zo. En best wel hebben als enige geen voorgerecht. Maar jullie gaan zo wel zien waarom. Ik doe even die healthy lifestyle voor mijn darmen. Lekker man. Nou, met seks on the beaches gaan we ons volgende maaltijdje chappen. Deze pauwpart stelt voor een kilo kreeft 70 euro. Hey Wes, is dat handel of is dat handel? Dikke handel. In de vorm van een schelp. We hebben hier cordon bleu. We hebben hier een stelletje debielen. Dat is kreeft. Een lobster. Ajax of nee, Feyenoord staat op. Dat ook vast het beeld. Iedereen goede chaps. Lekker man. Nee. We hebben hier een zebrapad. En een gevangen die ontsnapt is. Dames en heren. Hey Mer, wat gaat er gebeuren dan? Wat gaat er gebeuren, Mer? Ik ga een tattoo laten zetten. Hij gaat een tattoo laten zetten. Ik op zijn bovenbeen. Eigenlijk heet hij Rick, maar niemand noemt hem Rick. Iedereen noemt hem Mermet of Mer. Dus we gaan Mer zetten. Gewoon zijn bijnaam. Let's go, we gaan naar binnen. We zijn in de tattoo shop. We zitten met z'n allen een font uit te kiezen. Nee, maar ze moeten niet zwart. Of ik kan ook een witte tattoo. Nee. Maar dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Deze. Geen witte tattoo. Deze. Ja, het is veel gedronken. Which one? Nee. Die. Ja, that one. This one, yes. Not that fat of a ladder. That fat of a ladder. Oh. Hij gaat die spijt weer krijgen hoor, als hij wakker wordt. Nee, tuurlijk niet. Onze mer niet. Oké, we hebben voorbeelden. We hebben drie maten. We hebben hier een grote, een kleine en hieronder onder je hand is nog een kleiner, ja, toch? Is nog kleiner. Oh, daar ja. Maar deze is top. Deze is top, man. Dit is een mooi formaatje. Dit is mooi formaat, mooi lettertype. I like it. Mer. Dan zullen we zo even uitleggen hoe jij aan die bijnaam komt met een mooie kapsel voor je. Ja, yes. Mooi verhaal. Mooi verhaal. Het staat helemaal nergens op. Dus dan gaat het vaak bij ons. Jongens, LNB. 60. Yeah. 60 euro. 60, maar. Ah, maat. De eerste tattoo van onze geliefde Mermet. Let's go. We hebben... Komt hij nou net binnenlopen of niet? De man die de bijnaam verzonnen heeft? Nee, helaas. Onze maatje Roy heeft ooit... Ik ga tattoo laten zetten, man. Hij doet het op. Ja. Hij gaat het doen. Ik ga Mer op mijn bovenbeen. De gasten komen net binnenlopen. Nee, Mermet is ontstaan omdat hij vroeger een kapsel had. Dat leek op een marmot. Kijk, hij heeft fucking dik haar, Mer. En het leek gewoon op een ontplofte marmot. Een volgevreten marmot. Ze zeiden, wat is Engels voor marmot? Mermet. Dus slaat helemaal nergens op. We snappen geen ruk van. Panzerbelt, beter neem je op. Oh ja, panzerbelt. Wat is dit? Waar is het? Waar is dit? Ja, heel onduidelijk. Maar dat is bij ons allemaal zo'n vriendengroep. Iedereen die bijnaam heeft. Hij krijgt hem nu erop. Oh, dat ziet er heel fout uit. Dat zag er heel fout uit. Ze scheert even die hele handel weg. Hey, Mer, ze zit net 30 centimeter te laag, of niet? Ik vind het zo lijp, tattoo artiesten, maat. Het is gewoon oprecht kunst op je lichaam. Mijn hartslag, hè? Gaat je hartslag heen en weer, ja? Ja, maar... Gaat die gek? Maar wanneer ga je wedstrijd fluiten dan? Ik zit al in diepe stil, hè, voor jou. Mijn moeder zei, voordat ik hierheen ging, je mag geen tattoo laten zetten. Nou, moeders. Hey, het loopt helemaal aan voor je. Yes, perfect. Goeie herinneringen, maat, van een lijpe vakantie. Ben je zenuwachtig dan, maat?
Ja. Mijn moeder zei ook gewoon, je mag één ding niet doen, was het auto laten zetten. FaceTime zo net, ze zegt, moet je lekker zelf eten. Moet je lekker zelf eten. Ah, maar je bent 20, maat. Ik heb je gewoon wakker gebeld om te laten zeggen dat ik een tattoo ga nemen. Maat, je eerste tattoo. Het gaat echt gebeuren, het gaat echt gebeuren. Hoe voelt het? Oh, het valt wel mee, man. Ja, het is een hele gevoelige plek, denk ik. Het gebeurt gewoon echt nu. En het licht knippert hier als een gek, man. Je bent helemaal para. Weet je, hoe kom je aan die gele vlek? Ja, ik liet net een stukje sinaasappel van... Van de Sex on the Beach, die viel op mijn broek. Maar ja, witte broek, aangroeide vlecht. Ja, ze hebben ook echt een lijpe paardenstaart, man. Een vlecht. Ja, man. Vind ik wel lijp. Het voelt ook veel minder pijnlijk dan dat ik had verwacht. Maar het voelt niet lekker. Ja, je ziet die naald er helemaal in gaan. Oh, maat, dit is echt binnen 5 minuten gepiept, gast, denk ik. 5 minuutjes in, denk ik. Is wel vaker zo. Hey boys, wie neemt er ook nog één dan? Jeff, jij moet er ook in nemen. Vind ik wel, Jeff. Mijn moeder maakt me deugd. We zijn letterlijk klaar met eten. We lopen hier over de strip. We lopen langs een tattoozaak. En we zeggen gewoon, hey, kom, wie neemt er een tattoo? Maar ze zegt, ik wil eigenlijk wel mijn bijnaam. Ah, oké, we gaan. Zo impulsief weer dit. Maar wel lachen. It's good. Perfect. Can I swim with this? Ja, je voelt wel zo. Strak gedaan hoor, Mer. Netjes. Sorry mocht het licht even flikkeren, maar dat komt door dit ding die ronddraait. Boven de lampen. Nou, Mer, laat even aan iedereen zien. Laat even iedereen zien. Kijk, mannen. Dat is hem. Hij ja, heeft nu jij, hè? Ja, ik weet het niet. Jij gaat bij Luchtmobiel, dus we willen een Luchtmobiel tattoo, een defensie tattoo. Ga je ook zetten? Ja, kijk maat, ik zit in twijfel. Hier dan een Luchtmobiel logo. Mer? Luister dan. Mer? Ben je alleen op Ja, rustig. Oh, je hebt een tattoo laten zetten. Laat zien dat. Kijk, je hebt het logo van Luchtmobiel, maar dan hier. En ik ga waarschijnlijk zoveel bladen lopen dat het toch weggaat. Dus, ja? Laat het. Let's go, Jeff. Er is geen ruggengraat vanavond. Geen politie op je hielen. Maar een adelaar op de hielen. Nu is hij nog kaal. Hij is hem daar aan het uitsnijden. Kijk dat haar van deze guy. Fucking lijp. Ik zou het zelf niet durven. Maar ga je dat ook doen? En ook zo'n tattoo erbij. Lekker man. Nou. Hij heeft hem... No picture. Oh, hij gaat gelijk beginnen. Hij zit erin hoor, die naald, Jeff. Zo spetteren dat ding. Niet heel hoge resolutie, maar ziet er goed uit. Maar doet het pijn? Lekker is het niet. Ja, het doet wel een beetje pijn. Het is een gevoelig huisje daar. Het is een kutplek. Ja, het is een kutplek, ja. Voor volk en vaderland. Ga je hem helemaal zwart maken of alleen strepen? Ik weet niet of die strepen dus helemaal zwart maakt, man. 100 euro voor alleen strepen is wel een beetje raar. We dwingen hem gewoon. Ja, ik ga hem helemaal zwart maken ook. Ja, ja. Wel duur, man. Wel duur, ja. Volgens mij was 90 euro. Wordt opgelicht, ja, gast. Er zijn een paar gasten die komen binnen met een paar biertjes achter de kiezen. Ja. Ah, joh, maak je hem in Nederland, maak je hem af. Zit je in de Parijs straks? Hij is klaar, hoor, die. Hij is klaar. Ja, je ziet hem niet heel goed, man. Deze man werkt snel. Maar het logo van Luchtmobiel staat erop, op zijn enkel. Over 3 weken gaat hij in opleiding. Althans, dan is hij aangenomen en dan mag hij in dienst. Top man, prachtig iets om het land te verdedigen en het te vereeuwigen. Jeff zit erop, Mer zit erop, we hebben de volgende slachtoffer. Die gaat de Instagram doen van onze voetbalteam. Ik ben zo dom. Van het vriendenteam gaat hij met het Instagram logo, gaat hij het op zijn hol zetten, of bij zijn hol. Bram, je bent gek. Maar je krijgt een cadeau van me. Ja, we gaan het echt doen, Bram. Brammetje! Bram! Zo stom, hè? Zo stom, inderdaad. Kijk. De Instagram van ons vriendenteam. Hoe gek kan je zijn? Hoe gek kan je zijn? Komt-ie. Is het gevoelig? Laat eens weten wat gevoelig is. Ja, dat is gevoelig. Lekker hè? Zit ik in?
Ja, ik kan niet meer terug, Bram. Ja, allemaal. Helaas niet, helaas niet. Kijk hoe dat eruit ziet. Hij tikt het soort aan. Hij schrijft en hij tikt tegelijk. Hey Herman. Hey Herman. Ik vind het heel fascinerend. Kijk dan, tik, 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 tik. Oh, cirkeltje. Gast, dit kan toch niet? Nou jongens, volg me maar even als het voetbalseizoen weer begint. Hier worden de mooiste goals en updates van ons team gewild. Hij zit met zijn handen in zijn haar, of niet Bram? Ik heb het gedaan hoor. Je bood het ook zelf aan, als jij betaalt dan zet ik dat op mijn kont. Nou ja, is goed. Je hem krijgt ook, 60 euro. Cadeautje van de zaak. En gelukkig staat het erop, ja. Permanent, zo op je kont als op beeld. Hey, hoe sta jij momenteel in de wedstrijd op deze avond? Met een touw op mijn been. Scheidsrechter Permen. Hoi. Temperatuur is toch op, prima. Kleine after met de boys. Ruus. Na die tattoos op de strip. Trouwens, ik kan gewoon mijn vlogcamera pakken. Na die tattoos op de strip zijn we nog gaan proberen een plek te zoeken waar we kunnen partyen. Maar het wordt te lastig gemaakt door corona. Je kan niet echt ergens partyen of zo. Je moet overal zitten. En als je ergens binnen wil komen, dan moet je echt van ruim van tevoren een paar dagen reserveren om te kunnen jansen. Of je moet geluk hebben. Maar we hebben net op de strip nog even met veel mensen staan socializen. Een beetje staan lullen, gezelligheid. Nu af en toe even lekker gewoon hier bij de villa. En na een paar goede gesprekken is het tijd om deze dag af te ronden. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen gaan we naar een heel dik waterpark. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou meegenoten hebben, laat het weten hier beneden. Lekker iedereen opgenaaid. Tattoos zijn er gezet. Het was weer helemaal goud. Heel erg bedankt voor het kijken. Morgen genoten hebben. Geniet te abonneren hier beneden. Ik hoop jullie morgen te zien om 5 uur. Ik ga zelf ook altijd zeggen. En dat is tot de volgende video. Spreden. Ik voel gewoon dat er iets niet gaat.